Het zijn huiveringwekkende apparaten. Drones, op afstand bestuurbare dodelijke vliegmachines. En ze leiden tot felle discussies. Moord op afstand door een druk op de knop is immoreel, zeggen tegenstanders. En die mechanisering van het slagveld die grijpt verder om zich heen. In militaire programma's wordt al tijden gewerkt aan robots die zelf kunnen beslissen over leven en dood. VN-rapporteur Heijns doet een oproep om ze te verbieden. Ja, rokkende robots, ze bestaan. De ontwikkelingen in de robotica gaan razendsnel. Robots kunnen tegenwoordig bijna alles. Zo kunnen ze lopen, vliegen, dansen, springen en zelfs zwemmen. Maar ook op het slagveld is de robot niet meer weg te denken. Deze technologie heeft het grote voordeel dat natuurlijk de verschrikkingen van het slagveld zoals we die hebben gekend bij de Eerste Wereldoorlog, die verschrikkingen zullen er niet meer zijn. Geen grote legermachten bepalen langer het strijdtoneel, maar hoogvliegende robots, de zogenaamde drones. Wordt de vijand ontdekt, dan wordt deze met een gerichtschot uitgeschakeld. Nu wordt het besluit om te schieten genomen door een mens. Maar verschillende landen werken aan volledig zelfstandige robots. Niet de mens, maar de machine besluit dan over leven en dood. This, I think, creates all kinds of issues that need to be addressed. I think the overall one is whether we want to live in a world where humans can be targeted by machines and by robots. Hij maakt zich grote zorgen om de ontwikkeling van de autonome dodelijke robot. De Zuid-Afrikaanse VN-rapporteur Christoph Heijns. In een vorige week verschenen rapport roept hij leden van de Verenigde Naties op voorlopig te stoppen met de ontwikkeling van deze technologie. A number of states have developed the technology and they can use it. It's often dual-use technology. The technology can be used for all kinds of other reconnaissance and so forth purposes. At the moment, images come to a video screen and there's a operator who decides then if somebody's close to that sentry whether to push the button and then the machine guns are put into action. But it's a question of flicking a switch and it can be done automatically. Heijns staat niet alleen in zijn kritiek. Mark Koekelberg is als techniekfilosoof verbonden aan de Universiteit Twente. Ook hij ziet grote ethische problemen als de mens het besluit om te doden uit handen geeft aan machines. Ik denk dat de menselijke ethiek kan niet vervangen worden. Dus een mens die gebruikt zijn emoties, gebruikt zijn verbeelding, kan rekening houden met context, heeft inschattingsvermogen. En die robot heeft dat niet. En ik denk dat het heel gevaarlijk is om dat aan robots over te laten. Is het niet juist andersom? Je zou ook kunnen zeggen, een robot heeft geen emoties, voelt geen haat, heeft geen wraakgevoelens. En daardoor is zijn oordeel gewoon zuiverder dan dat van de mens. Ja, dat is alleen maar zo, denk ik, als je ethiek ziet als iets dat puur rationeel is. En iets dat gevat kan worden in regels, in iets dat heel gecontroleerd kan gebeuren. Maar de mens zit anders in elkaar, denk ik. Op de Universiteit van Twente wordt veel onderzoek gedaan naar robotica. Ze beschikken zelfs over een aantal verschillende drones. Maar dan wel drones in vermomming. Waarom zou je een robot maken in de vorm van een vogel? Je kunt denken aan dingen als onopvallende surveillance of observatie ermee. Dus eigenlijk is het een soort van visuele stealth? Absoluut. Stealth is niet zozeer niet gezien worden, maar stealth is niet opvallen. Dus binnenkort vliegen deze ook boven Afghanistan, Irak, weet ik wat voor slagveld? Dat zijn hele goede mogelijkheden en dat zou denk ik een hele grote stap vooruit zijn in het mogelijk maken van heel onopvallende observatie. Terug naar de gewapende autonome systemen. Want naast de ethische en morele vragen bij deze ontwikkeling levert het ook veel juridische problemen op. Zoals de vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk is bij de inzet van autonome gevechtsrobots. Om nog maar te zwijgen over de verantwoordelijkheid als het misgaat. Daar zijn we eigenlijk nog niet uit. Dat aansprakelijkheidsmodel, dat is nog niet uitgekristalliseerd. Daar staan we nog aan de vooravond van een mogelijk nieuw regime dat er zou moeten komen, juridisch regime. Want onze Geneefse conventies, hè, de conventies waarin is vastgelegd hoe je omgaat met krijgsgevangenen, met burgers, hoe ga je om met dit soort mensen op het slagveld, hoe ga je om met wapentechnologie. Dat zijn allemaal verdragen, conventies, die zijn uitgegaan en zijn gesloten op basis van het traditionele model van oorlogvoering.
Maar in dat opzicht loopt dus de juridische wereld achter de technologie aan. En juist daarom moet de ontwikkeling van de autonome gevechtsrobot worden gestopt, zegt VN-rapporteur Heyns. Hij pleit voor een moratorium. I think there are three possibilities, broadly speaking. Either governments can say the current international legal regime is adequate. They can, on the other hand, say that it should be banned. And these calls have been made by Human Rights Watch and others. And then there's also the possibility of regulation, saying in some instances they may be used and others not. Those are the three options. I think the current international legal regime may not adequately deal with it, and that really leaves the two options, regulation or a ban. My proposal to the UN is to appoint a high-level panel to look at all the issues, because this is indeed a very complicated issue, and in the meantime, to states to declare a moratorium on the use of fully autonomous weapons. De VN-rapporteur die zegt ook van ja, ze zijn heel makkelijk in te zetten voor de lastige, vieze, wrede klusjes. Ja, het gevaar is dan eigenlijk dat die wrede klusjes inderdaad makkelijker gaan gebeuren, makkelijker gaan plaatsvinden. Is dat zo? Waarom is dat? Waarom makkelijker? Ja, omdat je dan geen soldaten hebt, die militairen hebt, die eventueel psychologische problemen zouden kunnen hebben daarmee. Het verhoogt weer die inzetbaarheid van drones. Het maakt het weer makkelijker om dingen te doen die de meesten van ons vinden die niet door de beugel kunnen. Op het moment dat machines gaan beslissen over leven en dood, dan zit je wat mij betreft wel op de grens van wat ethisch toelaatbaar is. En dan zul je heel goed over na moeten denken hoe je dat doet. En op wat voor manier en wie dan verantwoordelijk is voor wat zo'n machine eigenlijk doet. Misschien jij wel, misschien ben jij er wel verantwoordelijk voor. Nou, liever niet.